down, 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 down. Welkom bij No Limits 2. Yeah! Ik begin niet elke keer met zingen in de intro. Welkom, dames en heren. We gaan 3-8 maanden bespelen. En jullie gaan aan het einde van de video zeggen welke heeft gewonnen. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. En de eerste attractie die we gaan bespelen is Goat the Ride versie 3. What the fuck? Is dit een... Wat is dit? Is dit wel een achtbaan die klaar is? Is dit een achtbaan... What the fuck is dit voor iets? Dit is een achtbaan die nog niet eens klaar is. Ik snap hier helemaal niks van. Wat de hel heb ik gedownload? Ja. Hè? Maar ik snap hier geen reet van. Ik heb een attractie gedownload. En ik weet niet wat er met deze achtbaan is gebeurd, maar. Hij doet niet echt iets wat. Nee, ik snap hier niks van. Ik denk dat we doorgaan met de volgende achtbaan. En dat is de Bob Express. Dit wordt een hele makkelijke keuze voor jullie. Sommige mensen natuurlijk weer trollen. Ja, de eerste achtbaan was echt de beste, Vincent. Dat heb ik nog nooit gezien zoiets. Tof. Nou, ik denk dat deze al keihard afvalt. Nou ja, gokje. Wild gokje, wild gokje. We gaan de tweede achtbaan doen. En dat was iets met Bob. Ik weet het niet meer. Ik ben helemaal ondersteboven van de prachtige achtbaan. Die we hebben gedaan. En dit is de Bob Express. Bob Express doet me denken aan een houten achtbaan. Nee, niet echt. Nee, deed me niet echt denken aan een houten achtbaan. Maar ik doe hem iets zachter het geluid. Dit is dus een... Ja, ik ben benieuwd wat deze achtbaan wordt. De Bob Express, het sneeuwt en er staan leuke dennenbomen. Het is mistig. Dus het is wel heel gaaf gethematiseerd. Ook leuke bomen geplaatst. En we gaan best wel stel naar boven. Dat is heel apart voor een houten achtbaan. Althans, dat zie je niet vaak. Zo. Maak het wel persoonlijk hoor. Wow, een hele schuine bocht. Wow, wat een vaart jongens. Jeetje. Het is wel heel leuk gedaan dit. Zeg je eerlijk. Heel weinig ups en downs. Heel veel bochten eigenlijk. Waardoor de snelheid blijft. Hier mindert het wat. Want we gaan iets naar boven. En nu komt die vaart er weer in. Heel veel bochten. Heel leuk gedaan. Ook de thematisatie is leuk. Met die bergen en wat we allemaal zien. Het is echt heel leuk gedaan. Wow, en lekker schuin ook. Ik vind het een hele mooie achtbaan. Ja, zeker weten. Hij gaat lekker vloeiend. Lekker tempootje, weet je. Dat is ook eigenlijk wel het beste bij een houten achtbaan vinden. Kijk naar een Joris en de Draak van Efteling bijvoorbeeld. Kijk naar de Robin Hood in Walibi. Kijk, zulke achtbanen hebben lekker een tempo, weet je. En dat is... Pegasus had dat niet. En de Pegasus was eigenlijk wel een goede achtbaan, maar had wel echt zijn ups en downs. De Pegasus, de oude attractie van Efteling. De laatste achtbaan die we gaan doen is dus de Rocket Coaster. De raketcoaster. Wordt het misschien wel weer een lanceerachtbaan? Dat weet ik niet. Dat is even wat we moeten gokken. Rocket Launcher. Dat is natuurlijk bekend van het wapen, hè? De Rocket Launcher. Zo, en het is heel donker, zie ik. En dit doet me heel erg denken aan de Express. Of aan de Express. Express? Heet het Express? Ik weet niet meer. Wauw. Ben je dit? Oh, dit is heel gaaf met lichten. Oh shit, en een soort deur. Ik hoop dat die open gaat dadelijk. Wauw, de geluid ook. Oh shit, hé. Dit is echt gaaf. Ja? Wow! Zo! Holy crap! Oh my god, wat een achtbaan. Holy. Kijk hier links ook.
Wat een vaart. En we gaan gelijk door naar een andere achtbaan. Jeetje. Wat een vaart. Rafael van de Vaart. Jeetje, jongens. Wow, dit is echt een giga-achtbaan dit. Duidelijk. Weet je, een King Dakar meets Goliath. Nou ja, Goliath misschien dan. Niet helemaal. Wat een vaart, jongens. Moet je kijken hoe hoog we zitten. Die vaart blijft gewoon keihard. En die, oh, die lichten, joh. Kijk dan. Wauw, dat is vet. Jongens, kijk serieus hoe hoog we zijn nu. En we zijn nog niet eens klaar met die achtbaan. Ongelooflijk. Dit is echt niet gezond voor je lichaam, hoor. Sowieso niet. Ik weet niet echt of dit een onrealistische baan is, maar volgens mij... is dit echt voor diehards, deze baan? Jeetje. Ik dacht dat iemand heel keihard in de microfoon hijgde, maar het was echt het geluid van dat we door water gingen of zo. Jongens, echt, er komt geen einde aan deze achtbaan. Ongelooflijk. Dit zal wel geld kosten, hoor. Als je dit echt moet bouwen. Nog een looping. Jeetje, hoor. Dat is niet gezond, hoor. En nog eentje. Natuurlijk. Doe eens gek. En hier gaat de vaart gelukkig weer wat minder. En hier komen we denk ik wel bij het einde van de achtbaan. Althans, dat neem ik aan van wel. Oh nee. Jeetje. Dit kan je toch niet maken, dit. Vier keer op de kop nog een keer. Kom! Wordt weer geroepen. Maar ik zit in de achtbaan, mama. Ik kan hier niet zomaar uitstappen. Oké, dit was deze achtbaan. Bedankt voor het kijken naar de aflevering. Vergeet niet even hier in het midden van het scherm te abonneren. En tot de volgende video. En welke van de achtbanen jullie het beste vonden, laat weten in de comments. En tot de volgende keer. Doei!